Ken je dat gevoel dat je heel veel moet doen, heel veel wil doen en dan zegt je hoofd, ik doe veel liever een dutje vandaag. Zo zit mijn hoofd vandaag in elkaar. Dus mocht ik een beetje gek overdoen of een beetje wazig, ik ben gewoon heel erg moe. En dat is eigenlijk ook de reden waarom we dit keer geen hele uitgebreide mega georganiseerde video hebben, maar gewoon lekker weer eens een beetje een studio vlogje. Lekker gezellig, neem ik jullie gewoon mee. Sowieso vandaag en morgen, misschien nog een beetje woensdag, dat weet ik nog niet zeker. Moet kijken hoe ik me voel en ja, dat. Ik heb in ieder geval een hele hoop dingen die gedaan moeten worden, die heel lang op zich hebben laten wachten. En waarschijnlijk is het lijstje ook veel te lang om in 2 dagen te doen. Waarschijnlijk is het lijstje ook veel te lang om in 1 week te doen. Maar ik wou in ieder geval daar deze 2 dagen mee beginnen. En als ik steeds al die video's maak voor jullie, wat heel erg leuk is, schuif ik die dingen steeds op. Dus ik dacht, weet je wat, dan maak ik een video dat ik juist de dingen doe die ik anders zal opschuiven omdat ik een video maak. Dus dat is in ieder geval de planning vandaag. Of ja, de planning is dus dat er geen planning is, maar dat ik heel veel dingen heb die ik wel in een planning wil zetten. Maar om daarmee te gaan beginnen, moet ik natuurlijk wel eerst alles een beetje noteren. Dus ik heb hier zo'n notitieblokje met allemaal to-do dingen. Die heb ik ooit een keer gekocht bij de Xenos of zo. En natuurlijk mijn happy pen, die trouwens best lekker schrijft. Dus dat is op zich wel prima. Ik ben maar gestopt, want hij is vol. Ik denk wel dat ik dingen die gaandeweg nog in me opkomen wel nog even noteren voor later in de toekomst. En ik ga er ook heel erg van uit dat dit niet allemaal gaat gebeuren in 2 dagen tijd. Maar ik wil in ieder geval wel gewoon beginnen en me een beetje goed voelen. En ja, dat. Ik heb uitstelgedrag. Ik merk het helemaal aan mezelf. Ik moet echt beginnen. Ik denk dat een van de eerste dingen waar ik mee ga beginnen is het afmaken van pin design. Mensen die me op Insta volgen hebben een beetje zien langskomen. Maar ik ben dus momenteel druk bezig met het ontwerpen van producten. En ik heb eindelijk een leuke pin in gedachten. Maar die heeft nog een paar kleine tweaks nodig. Moet ik nog een paar dingetjes aan doen. Dus dan denk ik dat eerst ga doen. En dan hopelijk ontspan ik dan ook een beetje. En komt de rest dan ook wel. En krijg ik zin om de rest te gaan doen. Ik ben trouwens dus ook heel erg benieuwd hoe jullie het doen. Als jullie bijvoorbeeld een heel lang to-do-lijstje hebben met heel veel taken die erop staan en dingen die je wil doen. Begin je juist met de dingen die het minst tijd kosten en dat je op die manier zoveel mogelijk dingen gedaan krijgt in een korte tijd en daarna pas de grote dingen. Of ga je eerder voor de dingen die dus wat meer tijd kosten om op die manier een beter gevoel te geven aan jezelf. Ik wissel er heel erg in, dus ik ben benieuwd hoe jullie dit allemaal aanpakken. Simsalabim. Er gebeurt niks. Hallo. Ja! Een iPad. Die heb ik hier. En hier heb ik mijn Apple Pencil. Dit is het idee wat ik nou heb. Dus ik heb een koffiebeker met creative juice en dan een penseel als lepel. Nu heb ik hier dus de tekst, die is nu heel recht. En die wil ik eigenlijk gaan meebuigen met de kop, omdat het echt lijkt dat hij op dat kartonnetje zit. En ik wil om de lijnen, moet ik ook een zwart lijntje maken. En hier ook nog tussen de kleuren, omdat het natuurlijk een pin is en met bepaald spul wordt gemaakt. Dus tussen de kleuren moeten ook randjes zitten. Dus hier ga ik mee beginnen. Pindesign waar ik het doen wil vandaag. Het is wel nog allemaal een beetje onder voorbehoud. Ik heb in ieder geval nu alles gestuurd naar de fabrikant. Nu hebben ze als goed is alles bij elkaar. Zodat ze me een prijs kunnen sturen. En aan de aanleiding daarvan kan ik weer kijken hoeveel ik er wil doen. En hoe en wat. Maar ik vind het design wel heel erg leuk. Ik had trouwens nog een design gemaakt. Meer een jasmini pin. Maar ik denk dat ik die bewaar voor een volgende keer. Want ik wil eerst eens kijken of dit überhaupt werkt. En als dat werkt, dan kan ik natuurlijk vaker diverse dingen maken. Maar om nou in 1 keer heel veel verschillende dingen te doen, dat leek natuurlijk weer een beetje veel. Wat misschien ook leuk is voor jullie om te weten, is dat ik al contact heb gehad met de drukkerij hier op het dorp. Het is in ieder geval het idee nu om ook
enkele illustraties en tekeningen en schilderijen van mij uiteindelijk in te kunnen scannen. En die ook als prints te kunnen afdrukken. In de hoop dat jullie het natuurlijk ook leuk zouden vinden. Mij leek in ieder geval wel erg leuk. En ik ben ook aan het nadenken om misschien ook wat kaartjes hier en daar te ontwerpen. Maar ik ben nog niet helemaal uit over hoe het eruit moet zien of wat voor kaartjes. Dus mocht je daar ideeën over hebben, laat het weten hier beneden. En ja, ik vind het in ieder geval heel erg leuk als ik dit soort dingen samen met jullie kan delen. En dat jullie ook inbreng hebben. Want ja, ik maak het tenslotte voor jullie, hoop ik. Maar ja, dus mocht je leuke ideeën hebben, laat het vooral even weten in de reacties hier beneden. Dan gaan we nu eventjes met de auto naar de postbus. Want als het goed is, ligt daar een heerlijk pakketje met spullen van vriendinnen. Dat wil ik graag jullie laten zien. Want wat ik tot nu toe een beetje eruit heb gezien, is echt heel erg leuk. En ik denk dat we meteen even naar een schoenenwinkel gaan. En kijken of we van die schoenen spray. En dan gaan we de sneakers insprayen van de vorige video. Dat vind ik nog steeds wel spannend. Maar ik kwam in ieder geval met jullie allemaal erover uit dat dat waarschijnlijk de beste optie is. Dus dan gaan we dat gewoon proberen. Dit is heel spannend in het openbaar vloggen. Daarom loop ik nu helemaal naar een afgezonderd bankje. Want daar wil ik namelijk dit pakketje openmaken. En dan helemaal weg van de rest van de mensheid. Zodat het niet al te gênant is dat ik in het openbaar met de camera of met jullie praat. Oh, en voor de mensen die het niet wisten. Ik ben best wel bang voor vogels. Dus het feit dat ik nou echt omringd ben door ganzen. Is voor mij echt een hele goede stap. Jamie heeft wel een beloning verdiend. Dus ik heb hier Coca-Cola Cherry. En een KitKat. Zoals ik al zei, ben ik hier omdat ik dit pakketje wil openen. Maar ook omdat ik Wouter nog een klein beetje ontwijk. Want ik heb net een stoeprandje geraakt met de auto. En hij weet er wel al van. Ik heb hem gebeld. Maar ja, nieuwe bestuurder zijn en zo, dat moet ik nog een beetje leren. Het is in ieder geval een pakketje van Romy en Nienke. Romy kan je misschien kennen als Mouchable. Of zoals ik eerst dacht, Mutchables. En Nienke is beter bekend ook wel als Nienke Swap. Ze hebben ook allebei leuke Instagram accounts. Ik zal hun linkjes ook in de omschrijving zetten. Nou, die twee meiden hebben in ieder geval nu samengewerkt en hebben hun eigen gezamenlijke collectie uitgebracht. Ik heb het al een beetje zien langskomen op social media, maar ik heb zoveel mogelijk geprobeerd om door te scrollen en zo min mogelijk te zien. Maar ik heb in ieder geval al een beetje een idee. En het leuke is dat het weer terugkomt op iets waar ik natuurlijk vanmiddag mee bezig was. Nou, we gaan hem eens openmaken. Oh, wat leuk. Oh, er zit ook echt een brief in. Lieve Jasmin. Ach, wat leuk. Ze hebben het ook echt gepersonaliseerd. Wat ontzettend leuk dat we jou onze allereerste gezamenlijke collectie op mogen sturen. Na maanden praten over leuke ideeën, het uitschrijven van plannen, vervolgens toch weer eerst wat anders doen, weer beginnen met die plannen en heel veel overleg is het eindelijk zover. De collectie is af. Hey, en dat is ook heel erg tof. Alle producten in dit pakket zijn ook allemaal te koop bij hun op Etsy. Ik zal ook daarvan de link in de omschrijving zetten. En wat ik zo zie, als je de code JASMIN10 gebruikt, krijg je 10% korting op je aankoopbedrag. Nou, dat is hartstikke lief. Had ze het niet hoeven doen, dus dat is wel echt heel erg cool. Nou, ten eerste mag ik even de aandacht voor dit hele leuke, schattige kersen. Voor de papier kersen. Kersen. Cool, cherry. Ik maak hem meteen even open. Nou, gaan we hem gauw openmaken. Oeh, ik zie hier van een hele hoop leuks. Het eerste wat ik hier zie is dit hele leuke kaartje van hun samen. Leuk, heel erg cool. En dan allemaal cadeautjes. Ik zie wel dat er een paar dingen zijn opengegaan. Nou, dat komt helemaal goed. Ik zal beginnen met wat ik al zie liggen. Nou,
Zoals ik al zei, dit komt een beetje terug op wat ik vanmiddag aan het doen was. Ze hebben hier een hele leuke pin van een potlood. Ik vind hem echt heel erg leuk. Het is met goud. En pastelkleurtjes vind ik ook echt heel erg bij hun allebei passen. Wat ik verder zie, zijn er 4 soorten washi-tapejes. Eentje met regenboogjes, bloemetjes. Vind ik echt passen bij een jurk wat Nienke zou dragen. Met cheetahs of luipaarden of een van twee. En leuke bloemetjes. Ik wil het zo wat beter kunnen zien. Dan hebben we nog 4 pakketjes met cadeautjes erin. Ik begin dus met deze. Deze is eigenlijk het dunste. De zakjes zijn ook allemaal heel erg leuk. En klein detail trouwens. Ook de sticker die hierop zit is ook van hun. Dus dat is wel echt heel erg cool. Alsof ik jarig ben vandaag. Och, ja, wat leuk. Ja, dit weet ik. Dit is een stickersetje. Volgens mij zijn het 10 verschillende stuks. En het zijn allemaal ronde stickers. Heel erg cool. Ja, leuk gedaan, dames. Heel erg cool. Oké, dat was dat pakketje. Over naar de volgende. Oh, ik ben een milieuvervuiler. Hoppakee. Oeh, ja, dit is dus de collectie met alle kaarten die ze hebben ontworpen. Nou, je kan het dus zo wel kunnen zien. Allemaal patronen. En ook gewone, hele bijzondere illustraties. Maar inderdaad is ook gewoon echt illustratie op kaarten. En zo te zien zijn de achterkanten ook af en toe verschillend. Dus het ligt een beetje aan de kaart. Oh, deze vind ik wel heel erg mooi. Het is ook een mooie finish zoals ik het zo zie. Heel cool. Have a magical birthday. Die vind ik tof. Always here for you and do not give up. Heel mooi. Het is ook echt mooi dik papier. Heel leuk, dames. Dus even kijken. We hebben nog 2 pakketjes. Nog meer kaarten. Jezus, hoeveel kaarten hebben die gemaakt, joh. Oké, nou, we hebben dus Thinking of You. Likes and Kisses. You are very strong, really smart, amazing, doing great, so kind and incredibly beautiful. Heel mooi kaartje als iemand er een beetje doorheen zit om te geven. I'm proud of you. Ik ben ook echt heel trots op jullie, dames. Goed gedaan. Barter days are coming. Thank you. You can do it. Kindness costs nothing and sending you lots of love. Dus ook wat dingetjes die weer terugkomen uit de stickers. Dan hebben we nog een laatste pakketje, als ik me niet vergis. Nog meer kaarten. Zo, het zijn er echt een hele hoop. Al wat cool. Nou, we hebben dus deze hele toffe illustratie. Deze leuke illustratie. Op mijn struisvogel. Die vind ik een heel leuk patroontje op die surfplank. Oh, fruit, leuk. Ik hou heel erg van patroonkaarten. En deze, denk ik dit pakketje toch wel mijn favoriete is van de 3 wat erin hebben gezeten. En ik vind echt de losse illustratiekaarten ook echt prachtig. Romy, Nienke, heel erg bedankt. En voor alle andere mensen die kijken, alle linkjes staan allemaal in de omschrijving. En dan ga ik nu nog heel even een beetje chillen, relaxen en daarna naar huis. En ik zie zojuist dat bijna dat hele stuk mijn gezicht niet in beeld was. Heel slim. Sorry dat ik tegen een stoeprandje ben aangelopen. Gelopen? Gereden! Zo, in totaal ben ik toch ongeveer bij iets meer dan 2 uur zelfs weg geweest. Want we zijn nog naar de postbus geweest. Toen reed ik naar dorp 1. En daar was de winkel dicht voor een schoenenspul. Dus toen ben ik helemaal naar een ander dorp gereden voor schoenenspray. Vanuit daar ben ik weer naar de visvijver gereden. Vanuit de visvijver ben ik nou weer hier. 2 uur later. Ik had in principe nog gepland om zo met de schoenen te testen, met de schoenenspray. Maar het begint al langzamerhand een beetje te druppelen en te regenen. Dus ik denk dat we hiermee maar moeten wachten tot morgen. Ik heb in ieder geval toch een paar dingen kunnen doen van deze middag die ik graag wou doen. In principe heb ik maar een paar uur de tijd gehad vanmiddag. Want deze ochtend heb ik voornamelijk de studio opgeruimd, heb ik het huis een beetje opgeruimd. En ben ik met Noor naar de dierenarts geweest.
Niks ernstig, ze had gewoon de controle over de sterilisatie die ze vorige week heeft gehad. En het ziet er allemaal hartstikke perfect uit, dus dat is in ieder geval ook heel erg goed nieuws. Ik ga de rest van de dag slash avond denken, een beetje tekenen, een beetje chillen, misschien wat gamen. Gewoon even rustig aan, nog een klein beetje bijdenken en dan zie ik jullie morgen, voor jullie zo meteen weer terug. Strekplan. Goedemorgen! Het is voor mij vandaag dinsdag. Het is nog vrij vroeg. Volgens mij is het nu ongeveer tussen 9:30 en 10:00. En ik moet zeggen dat ik sowieso vandaag al een veel betere dag heb als gisteren. Ik merk sowieso dat ik wat extra energie heb gekregen. Omdat ik gewoon blij ben dat ik gisteren een aantal dingen heb gedaan die op zich waren aan het wachten. Ik vond het trouwens ook heel erg gezellig dat jullie erbij waren. Dat maakt voor mij een dag ook wel anders. Anders ben ik heel vaak heel erg alleen. En dan heb ik niemand om mee te praten. En nu hebben jullie. Wat voor mij ook heel gek is. Want ik praat ook gewoon tegen een camera. Maar toch voelt het gezellig. Misschien ben ik toch echt gek aan het worden. Maar goed, nou, het is in ieder geval vandaag dinsdag. Mijn to-do-lijstje is echt met de minuut nu bij aan het groeien. Ik ben elke keer als ik wat denk van, oh ja, dat maar ook nog, ben ik het gewoon even allemaal erbij in te schrijven. Zodat ik... ja, alles een beetje op een rijtje krijgen. nou, in ieder geval vandaag wil ik eigenlijk beginnen met denken wat voor jullie ook leuk is om te kijken. En dat is namelijk dat ik een opdracht heb om 2 grote galaxies te schilderen. Dus met aquarelverf. En dan in A3 formaat. En A3 lijkt misschien niet zo heel erg groot, maar voor waterverf en voor een galaxy is dat voor mij toch best al heel erg groot. Het is voor vrienden van ons, die hebben er eentje bij me besteld. En omdat het hele goede vrienden zijn en ze me graag willen helpen, heb ik gezegd, goed, krijgen jullie nog eentje van mij erbij als cadeautje. Want zoals jullie weten, ik geef graag cadeautjes. Wat ooit door mijn ondergang, denk ik. Dus ik dacht, daar gaan we mee beginnen. Ja, dan zien jullie ook dat proces is een beetje. En dus vanaf de eerste keer dat ik echt een 2-luik ga maken daarvoor. Ik heb wel pas, heb ik geoefend op A3 formaat. Want ik dacht, ik wil een beetje kijken hoe wat. Nou, toen ben ik uitgekomen op deze. En hij heeft nog geen sterren en zo. Dat dacht ik, dat doe ik straks allemaal bij elkaar. Maar ik heb wel in ieder geval weer een hele hoop geleerd. En ik ben hier ook heel erg tevreden mee. Het idee is nu wel dat ik niet zozeer 2 aparte wil maken. Maar zeg maar dat het 2 schilderijen zijn die wel bij elkaar passen. Dus ik denk dat ik de melkweg, dat idee, een beetje laat samenvoegen. En ook misschien een beetje de kleuroverloop. Ik denk dat ik dat ga doen. Maar het is te veel om 2 tegelijkertijd te schilderen. Dus ik moet nog eventjes nadenken hoe ik dat precies ga aanpakken. Maar dat ga ik in ieder geval doen. Dat is ook mijn 2e kop koffie vandaag. En om dat te kunnen doen, moet ik wel gewoon mijn pallets schoon hebben. Ik heb dus een hele hoop verfpallets momenteel nog liggen. Die ik nog moet poetsen. En oh, die hoef ik niet te poetsen. Oeh, die hoef ik ook niet te poetsen. Maar deze wel. En ik vroeg me af, misschien dat jullie dat weten. In principe wou ik gewoon mijn aquarelverf bewaren om daar verder te gaan. Maar dit gebeurt bij mij. Dus dat een beetje de aquarelverf eigenlijk loslaat en blaadjes. En volgens mij kan je het wel hergebruiken, maar dan krijg je alsnog misschien stukjes erin en zo. Dus ik maak het nu maar gewoon schoon voor de zekerheid. Moet ik het dan afdekken misschien, dat het dan niet gebeurt? Ik heb geen idee. Dus als een van jullie het weet, laat het me weten. Want ik had ze bewust bewaard, want dit zijn dezelfde pallets die ik had gebruikt voor die. Maar ja, ik heb natuurlijk geen zin om stukjes te verven. Dus ik maak ze alsnog even schoon. Hoppakee! Nou, dit gaat me toch zoveel sneller. Ging het in het echt ook maar zo snel? Hoefde ik niet te lang te poetsen? Ja. Nou goed, ga ik daar in ieder geval lekker mee beginnen. En ja, heb ik eigenlijk wel zin in. Dan ga ik altijd lekker in mijn eigen gedachten. Lekker een beetje schilderen, bezig zijn. Doen wat ik het allerliefste doe. Al vind ik A3 schilderen best fijn.
best goed van tevoren kan plannen. Want ik heb dus toch besloten, terwijl ik bezig was met de linker, dat ik toch ze allebei tegelijkertijd zou maken. En ik merk dat ik daar heel erg blij om ben. Want als ik klaar ben met bijvoorbeeld de linker, kan ik vervolgens verder met de rechter. En tegen de tijd dat ik daarmee klaar ben, kan ik in principe weer verder gaan met de linker qua opdrogen en zo. Ik heb nu ongeveer overal 3 lagen op zitten. Jullie hebben ook gezien in de timelapse dat ik begin met een hele lichte kleur en dat bouw ik echt op. En hij begint nu echt een beetje de kant op te gaan wat echt de bedoeling is. De hele donkere kleur zoals zwart voeg ik echt pas toe aan de laatste paar lagen. In totaal zullen hier een laag of 10 ongeveer in totaal opkomen. Dus hier ben ik nog wel heel even mee bezig. Zoals ik al zei, maak ik dit nu voor vrienden van ons. En het is de bedoeling, want ik begreep dat de slaapkamer terecht komt. En daarom heb ik ook echt ervoor gekozen om 1 blauwe kant te maken en 1 meer roze-paarse kant. En uiteindelijk zal ik op deze gedeelte, zodat het ook nog wel een beetje terugkomt, de andere kleuren. Maar dat de basis is in ieder geval dit idee. Het idee wat ik daarvoor had gekregen namelijk was een plaatje van Pinterest. Daar haal ik heel vaak inspiraties uit. Ik heb namelijk gewoon opgezocht Galaxy Wallpaper. En toen kwam ik onder andere deze tegen. En ja, ik moet zeggen, ik ben hier echt wel heel erg blij mee. We zijn in totaal nu alweer 3 uur verder. Dus dit is wel iets wat echt heftig veel tijd kost. Maar het is wel echt lekker om te doen. Hier ga ik vandaag toch ook zeker mee verder. Maar ik ga zo eerst even pauze pakken, denk ik. En dan zie ik jullie straks weer terug. A few minutes later. Dat was in ieder geval de pauze. En voordat ik verder ga met de Galaxy op het papier, denk dat we eventjes de Galaxy schoenen eens moeten gaan testen met het insprayen van de spray die we gisteren gehad hebben. Want volgens mij gaat het vanmiddag namelijk weer regenen. Dat wil ik natuurlijk wel even voor zijn, want ik wil het buiten doen. Dus dan gaan we het eventjes doen in de tussentijd. Daar gaan we. De gebruiksaanwijzing is ook niet echt zo duidelijk als je zou denken. Stap 1 is namelijk dat je iets moet doen met een kwastje of zo. Stap 2 is dat je goed moet schudden, maar hoe lang? Nobody knows. Stap 3 is dat je op 20 centimeter de spuitbus moet gebruiken. Dan staat er 10 minuten. Betekent dat je 10 minuten moet wachten? Lijkt mij wel. Of moet je 10 minuten lang sprayen? Lijkt mij niet. Niet duidelijk. En daarna moet je weer helemaal schoonmaken. Of zo. Het staat er verder ook niet bij. Alleen allemaal gevaren dingen en zo. Maar verder is het in orde. Ik hoop echt dat het lukt. Maar volgens mij ziet het er goed uit. Naar mijn idee denk ik dat dit nu qua waterverf de laag is waar ik het bij wil houden. Maar ik moet wel even wachten tot het helemaal droog is, want dan pas weet ik het zeker. Ik heb niet altijd veel zwart dit keer, vind ik op zich wel erg leuk. Misschien dat ik nog een klein beetje zwart hier en daar ga toevoegen. Maar omdat het moet drogen, denk ik dat ik onze Noor eventjes ga uitlaten. Noortje, wil je wandelen? Ja? Goed, ga maar. En ik wil eigenlijk zeggen goedemorgen. Maar voor mij is het geen goedemorgen geweest. Gisteren na het wandelen was echt heel erg fijn eigenlijk ook. Maar ik merkte dat ik daarna eigenlijk toch alweer een beetje te moe was. Dus heb ik even een half uurtje rustig aan gedaan. En daarna zijn we begonnen met onze date dinsdag. Lekker een avondje zijn we gaan wokken. Hartstikke leuk. Heel erg onze zin gehad. Ik viel alleen gisteravond heel erg moeilijk in slaap. Dus het werd toen ook al na 1 uur dat ik in slaap ben gevallen. En vanmorgen werd ik wakker van een nachtmerrie. Zoals enkele van jullie weten heb ik naast het feit dat ik een depressie heb gehad ook last van PTSS. Naar aanleiding van die nachtmerrie heb ik een paniekaanval gekregen meteen vanmorgen om 6 uur. En toen kon ik ook niet meer slapen, want ik zag de hele tijd beelden voor me. En dus dat is een hele zware ochtend. Dat resulteert er nu ook dat ik daarna nog een andere paniekaanval heb gehad. Dus ik ben heel erg getriggerd vandaag. Heel gevoelig.
Ik merk het, mijn handen doen zeer. Doet gewoon kramp, spierpijn. Mijn benen hebben het echt heel erg zwaar. Dus dat betekent dat ik met deze oogwond gewoon lekker een beetje ga afzonderen. Ik ga mijn podcastjes luisteren. Verder met deze Galaxy. En dan zie ik jullie straks weer even terug. Het zal dus een iets minder productief dagje worden. Ik heb gewoon als doel dat ik dit graag vandaag af wil hebben vandaag. En verder, kan ik gewoon niet al te veel nu zeggen over hoe de dag gaat lopen. Ik heb gewoon eerlijk gezegd geen idee. Maar ja, goed. Ik wou het in ieder geval eerlijk zeggen, omdat anders is het te zien aan mij dat ik me niet helemaal lekker voel. Dus dan weet je dat wat er aan de hand is. Dus ik ga schilderen, afzonderen en even in mijn eigen bubbel zitten. De randjes moet ik nog wel een beetje schoonmaken, maar in principe komt hier uiteindelijk gewoon nog een passepartout overheen. Dat je gewoon mooie rechte lijnen hebt, want dat is gewoon anders gewoon niet te doen met aquarelverf. Je hebt altijd wel van die kleine stukjes die altijd een beetje doorlopen, vooral op A3 formaat. Maar ik ben daar echt heel erg tevreden mee. Ik vind dat heel cool dat ze zo goed bij elkaar passen. Het is echt één groot geheel. Je zou hem in theorie zelfs zo kunnen omdraaien. Dat kan in principe ook, dus het ligt er maar net aan hoe ze slapen, wie welke kleur wilt hebben boven zijn of haar gedeelte. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Denise en Thibaut, deze komen dus naar jullie toe. Ik heb meteen net eventjes in de tussentijd deze ook meteen bespetterd met sterren. Die heb ik toen gemaakt als test. Ik ben aan het denken, omdat we het ook eergisteren en gisteren hebben gehad over eigen producten. Om deze misschien uiteindelijk te laten scannen bij de drukker en hier misschien wat prints van te gaan maken. Dat is in ieder geval de video voor deze week. In principe is het nu 2,5 dag geweest dat ik heb gefilmd voor jullie. Ik moet wel zeggen dat ik het echt heel erg gezellig vond met jullie erbij deze dagen. En als jullie het leuk vinden, wil ik best wel vaker van dit soort video's doen. Op die manier krijg ik een beetje voor mijn gevoel wat gedaan. En is het voor mij ook meteen gezellig. Want ja, je kan je voorstellen, ik praat niet meer zo heel erg veel. En dat terwijl ik voorheen als beroep altijd heel veel heb gebabbeld. Dus in plaats van altijd alleen te zitten in het kamertje, heb ik nu een keer jullie als gezelschap. Vond ik oprecht heel erg gezellig. Ja, laat me weten of je de video leuk vond. Geef de video dan een like. Abonneer als je het nog niet hebt gedaan. Al verwacht ik dat de mensen die dit kijken al zeker weten geabonneerd zijn. Laat me weten wat jullie vinden van dit schilderijduo. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot ziens. Doei!